van jezelf van Adventure Lifestyle Show. Ik zit hier zo samen met Sas. Sas, vertel gewoon voor ons, waar precies is ons nou in die beautiful plek? Ons is op die Grocery Camp in die Richtersveld. So 21 kilo's van die grenspos af. Langs die Oranje Rivier. Flippin' amazing. Baie, baie mooi. Dan vertel ons meer, jylle is een beetje anders dan wat ik bij gewone of bij andere kamplekke al gezien heb. Wat is een eco camp precies? What makes you different? Kijk, wat ons hier probeert doen is, ons groen ons eie groente. Ons het ons hoenders nou ingetrek, ons is bezig met eiers deur te laat. So die gedachte was dat ons als mensen wat hier blij eerstens net kan een self-sustainable kamp hee voor onszelf om op te leven en dan die oordra naar ons kampers en rivierkliënte. Dat ons, hoe sê mys nou, ons steek ons kampers in, samen. Geef vir die kinders microgreen courses, hoe om jou eie goeders te groei, kom help werk in die tuine. Dat, so as mense die wegloop, dan weet hulle een bykie meer van... Hulle weet een bykie meer van wat aangaan en ook hoe om goed van hulself dan verder te vat. Ons recycle op een basisse manier, ons is hier sonder enige service. So ons separate, ons glas, ons blik, ons papier en plastiek uit mekaar uit, die organics gaan terug in die komposhoop in, die kompos word gebouw, dit gaan weer gaan terug in die tuine in, en so hou ons die ding net aan die gang. En dan, wat soort type activiteite bied julle alles in? Wat is hierdie oulike... Hierdie is een krokkedak. Een krokkedak? Een krokkedak, is die enige krokodil in die rand. Is dit soos een laila of wat? Dit is een two-man inflatable raft. Ja. So wat ons gebruik, hierdie oukies op ons van die grocery camp af halfdag of een voldag toe. Of ons doen Escape into the Wild, dat ons nou van hier af, as die mense nou van die ochend in die Kaap uitry en die middag hier aankom, dan klim ons hier in die boekies, dan rooi ons 3-4 kilometer af, slaap onder die sterre, maak vir die kos van scratch af, daar, dit is net een ander ervaring om het op die manier dat te sien. Dit klink amazing, ja. Vaar die ouwens op een hike en dan rooi hulle weer terug die volgende ochend hierna toe. Of a wet and wild, wat ons het alles combineer. Jy begin, kom je auntie aan, ons doen een lekker auntie eten, wat meeste van die product die uit die tuin uitkom, altijd vars gemaakt is. Volgende ochtend de breakfast, dan klim hulle voldag op die water met een lekker vars lunch. Dan kom hulle nou terug, so hierdie tyd, chill een bykie uit, stort, eet weer een lekker auntie eten, en morgen ochtend na breakfast, gaan ons vir 3,5 uur stappie hier in die berge in, en dan in de namiddag, rij ons hier in die naam Beep Conservancy in, vir so 3-4 uur, wat so 6 kilo's van ons af. En alles is net rondom hulle. Alles is net hierso. En dan, so dit is kampplekke en dan julle ons het kampplekke eco... en ons het ons chic shacks, wat maar refurbished dakplaat huisies is, met lekker beddens en beddengoed in. Vir die ouwens wat nou nie hulle eie kamp gereedskap het nie. Jou internationale toerist wat deurkom, wat een pakkie gehuur het en iets anders wil kom doen, is op pad naar Namibia toe, wat perfect voor is. Daar is, hulle het hulle eie kombuisie ook daar as hulle eie ding wil doen. En ons verskaf hulle dan een box met borde en panne en alles wat hulle sy nodig het. Of hulle eet hier by die restaurant. Kadantje, nou is een bykie my volgende vraag geantwoord. So wat soort type mense ontvang julle hier? So, is het meer families? Is het local, Suid-Afrikaners? Of is het international? Dis wat soort type mense? Dis een mengsel. Dis hangen wat soort tyd van die jaar. Hierdie tyd van die jaar, wat ons nou in die wintermaande is, juni, juli, krijg je meer jou Suid-Afrikaners wat inkom en afpak vir 5-6 dae. Hulle wil wegkom uit die stad uit en rustig wees. En dan oor jou schoolvakanties is het ook baie Suid-Afrikaners, dat doen ons nou ons river rafting trails, wat ons 4 dae by die rivier afgaan. Dan het jy nou een mengsel van Suid-Afrikaners of oorseese mense. So, ek sal sê, ons is so 60% Suid-Afrikaners wat hier naartoe kom. Mense het hulle eie voertuig, hulle wil wegkom uit die stad uit, hulle wil op 'n adventure gaan. En dis nie so ver nie. Glad nie so ver nie. Ons het vanoggend 5 uur gery uit die Kaap uit. Ek meen wat, ons het seker 2 uur of 3 uur aangekom. Ja, hier was het. Ons het so hier en daar een bietjie te veel gestop, maar... Mens moet, dis mooi op pad op. Ja, jy kan nie anders nie, you have to take a roll in. Ja. En dan, laastens, voordat ons nou verder gaan stap en alles, hoe kry mense julle in die hande? As ek nou... wil bespreek om hier naartoe te kom, wat is die beste om te doen? Ons het 2 webwerwe, www.thegrocery.co.za en Umkulu River Adventures. En Facebook? Facebook, ja, dus ons is op Facebook ook, The Grocery Camp op Facebook, en Umkulu Orange River Rafting
of Umkulu Safari en Canoe Trails. Okay. En van die platforms af kan jullie ons altijd vinden. En dan die heel laatste, kleinste vraagje, is sien ons jullie bij de Adventure Lifestyle Show in 2020? Definitief. Yes, so kom bak jullie boekies daar.